Hey, welkom bij mijn channel Fasiu. Mijn naam is Barbara de Boer. Ik ben nu op een plek waar ik 4 jaar geleden heb gelogeerd toen ik mijn diagnose kreeg. Ik ben nu bij mijn zus thuis en we zouden vandaag richting mijn stiefmoeder gaan, maar dat gaat helaas niet lukken vandaag. Dus we gaan er een leuke zussendag van houden. En ze heeft me net verrast, want 2020 was ik in Suriname en toen heb ik mijn haar laten knippen door Gillian Lee. En de Gillian, ze is de kapster van mijn stiefzus. En sindsdien heb ik het niet meer geknipt en kijk hoe het eruit ziet. En ik heb jullie het nog niet verteld, maar ik was op oudjaar en toen is mijn haar in een vaccinelichtje terechtgekomen. Dus hier ergens... En gelukkig is het lang, maar dus hier ergens is er dus een gebrand stuk. Ja, ja, dat heb ik ook nog meegemaakt. Maar we gaan zo naar de kapster en dan gaan we kijken wat we eraf gaan halen. Want kijk hoe het eruit ziet. Dus, maar goed, dat krijg ik van het cadeau. Ik kijk nog wel wat ik film. Sowieso is dit de start, want ik heb ook nog... Eind van de week ga ik naar het ziekenhuis. Dus, maar goed, ik wil even dit kamertje delen met jullie. Ik heb nu op de grond geslapen. De vorige keer was er een bed, zo'n stretcher. En in dit kamertje heb ik toen geslapen 2 weken. Ik ben nu wel onder prettige omstandigheden nu hier. En, maar ja, is wel gezellig. Ik ben wel blij dat de band een zussenband is geworden. Daar heb ik al een keertje zoiets over verteld. Ze is mijn grote zus, dus 8 jaar verschil. Dus ze is altijd een soort moedertje voor me geweest. Heeft ze nog steeds hoor. Maar we zijn nu meer op het vlak van zussen. Dus daar moet ik wel op letten. Goed. Maar goed, ik zou zeggen welkom bij mijn channel. En ja, ik zal later even vertellen hoe het verder met me gaat. Ik heb gisteren gesport en vrijdag ook en ik heb last van mijn knie. Mijn knie begint weer op te zetten, dus ik moet daar weer, moet weer naar de fysio om het aan te geven. Dat ik dus weer erge last heb van mijn knie en dat er weer vocht in mijn knie zit. Dus dat doet wel heel veel pijn. Nou ja, pijn. Het is vervelend, het is geen pijn. Wat dat betreft de hoge pijngrens gekregen door die ingewanden die pijn deden. Maar goed, dat was het. En ik zou zeggen, doei doei. Soepje eten. Maar kijk, ik heb mijn haar geknipt. Het is een heel stuk eraf. Het dooie is eraf. Het ziet er echt veel gezonder uit. Je hoeft het alleen maar te knippen. En het is zo goed gegaan. Dus even een beetje geknipt. Dat is mooi. Dankjewel. En we gaan nu even soep eten bij Dopio. We zijn in de Koperwiek in Capelle aan de IJssel. Dit is mijn haar. Even geknipt, de gezonde stuk is. De laatste keer was 3 jaar geleden. Maar goed, anyway, ik ga lekker even een soepje eten. En ja, een fijne zusterdag hebben met mijn zus. Die jullie niet gaan zien. Of even stiekem. Ze kwam even in beeld. Maar goed, ik heb er even iets geblurred, want dat wil ze niet. Goed, anyway, doei doei. Lekker hoor. Liefde, eet smakelijk. Dankjewel.
ga deze vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Mijn eerste keer na 3 jaar dat ik mijn haar weer heb geknipt. Sorry, ik ben net wakker. Ik hoop dat jullie van deze vlog hebben genoten. Hoe het verder met mijn gezondheid gaat. Ik zit in mijn laatste week van de tabletten. En ja, het is altijd eventjes spannend. Ik merk wel aan mijn eigen gestel dat als ik ergens naartoe moet, dat ik, dan speelt het op in mijn buik. Ik heb 2 dagen last gehad van diarree, vooral 's middags. 2 dagen. Maar het heeft ook te maken met spanningen, maar ook wat ik eet, moet ik opletten. Ik merk wel dat, als ik ergens weg moet gaan, ik heb even bij mijn zus gelogeerd en ik zat in de auto en mijn neefje, die zei ik ook van, ik voelde mijn hart kloppen, ik kreeg een beetje hartkloppingen, de spanning, I don't know what it is, but ik merk dat ik daar op reageer. Als ik ergens naartoe moet of ik moet iets doen, dan, ik merk dat ik in de zenuwen, ik weet niet hoe het komt en dan slaat het op mijn darmen. Nou weet ik niet of het de afgelopen 2 dagen daarmee te maken heeft gehad of wat ik heb gegeten. Maar omdat ik dan zoveel diarree heb, dan word ik slapjes. En wat ik daartegen doe is ik drink ORS. Ik heb altijd zakjes ORS en die kan je bij de kruidvat vinden of bij de drogist. Die zakjes zijn zo belangrijk. Ik ben ermee opgegroeid, want zodra je overgeeft en diarree hebt, dan liet je te veel vocht. Het is echt ook handig voor baby's. Ik merk dat heel veel mensen dat niet weten. Zet in de comment of je weet wat ORS is. Ik ben ermee opgegroeid. Mijn stiefmoeder die gaf het altijd aan ons. En ik heb het altijd, ook als ik op reis ga of je gaat naar een land waar het eten die echt geweldig is, of je hebt meer kans op diarree, is het altijd handig om deze zakjes bij je te hebben. En wat soms ook helpt is, maar dat moet je wel hebben, is Gatorade. Daar zit ook een bepaalde soort oplossing, alleen die zijn heel erg met veel suiker. En dat is ook weer niet goed, maar dat kan ook helpen als je diarree hebt. Maar dat houdt het, er zit een soort oplossing in en die houdt het vocht vast. Dus dat sterkt weer aan, dat merk ik wel. Dus dat soort dingetjes heb ik als remedie. Maar goed, ik wil zeggen, like, comment en subscribe. Bedankt voor het kijken. En ik waardeer jullie antwoorden. En als jullie mijn vlogs delen, allemaal heel erg. Ik wil een shout-out doen naar Ernesto Doweit. Ik weet niet of hij mijn vlogs ook kijkt. Maar hij is wel iemand die me op Facebook altijd volgt. En altijd de reactie achterlaat. Dankjewel. Ik dacht, ik ga het ook eventjes via YouTube doen. Soms heb je van die mensen die je altijd volgen. Zo heb ik een vriend van me die me altijd volgt. En dat is ook Harvey Esayas. Dankjewel. Ik waardeer het enorm. En ik zou zeggen, tot de volgende vlog. Doei, doei, doei. Sosolobi.